Vandaag gaan we iets superleuks doen. Namelijk onze mini eigen hamburger bakken. Je hebt dit nodig. Hoe heet dat, mama? Mozzarella. Je hebt mozzarella nodig. Tomaten. En basilicum, blaadjes. En je hebt natuurlijk dit nodig. Laten we beginnen! De tomaten zijn al gesneden. Nu gaan we door met de mozzarella. In kleine plakjes. Oké. De pan staat nu op een medium. En ze moeten een half minuutje elke keer omgedraaid worden. Ik weet het niet. Omgedraaid of zo. Nog even doorgaren. Ja. En dan nog even doorgaren. Oké, nu zijn ze bijna klaar. Alleen nog de dingetjes opleggen. De hamburgertjes zijn er al op. Dan komt eventjes deze mozzarella. Lekker bovenop. Beetje zuur. En dan komt blaadjes. Basilicum. En dan tomaatje. Prikker. En dan een leuk feestprikker. Ik wil voor papa dat met een meisje van jongen ten thuis. Gewoon met zo gedaan. Nu ga ik hem erin prikken. Hij kan er bijna niet in. Hij zit erin. Eén is klaar. Die is leuk. Die hebben we gemaakt. De mini hamburgertjes. En nog leuke Nederlandse dingetjes. Caprese is niet dus Italiaans. Dat weet ik niet wat het is, maar de restjes zeg maar. En ik heb er zelf eentje op mijn bord. Dat ben ik. Mijn blauwe oordoppel. Kijk. Proef maar even. Van mij. Nu ga ik ze eten. Maar hoe? Eigenlijk. Die eruit. Ga ik deze eruit doen? Ja, ook lekker zelf. Oké, ik weet echt niet hoe ik dit moet eten. Zet maar allemaal een beetje op elkaar. Vond je het filmpje leuk? Geef dan een duimpje omhoog en maak het zelf heel vaak, want het is super lekker. Lekker zeg, hé? Leuk.